Hallo, Wipedus Games, mijn en maak weer een nieuwe video. Vandaag is de allereerste VR-video op dit kanaal. Ik heb meerdere keren proberen opnemen op VR en het is meerdere keren mislukt. Ik heb het een keer proberen te streamen en het lijkt helemaal. En ik denk niet dat jullie het hebben gezien zelf. Het kan zijn dat ik het heb upgeloven, maar ik heb het waarschijnlijk verwijderd dan sowieso. Ik heb daarnet, was er een update op Sinds dat zinner waarmee dat je dus je geluid kon opnemen van de quest, wat dat dus iets groots was, want ook al moest je kunnen opnemen, kon je alsnog je geluid niet doen, dus dat sukt. Dus dat is opgelost en ik zag files staan, dus ik dacht van, ik ga het een keer opzoeken of dat nu makkelijker gaat of niet. Anders ging ik het gewoon via mijn computer doen. Dus ik heb daarnet een video gemaakt, David Slayer, bla bla bla, mysterie zijn moord oplossen ofzo. Van 53 minuten of zo. Gewoon als test om te kijken of ik het ging uploaden of niet. Ik was van plan op te uploaden, maar ik zat heel snel vast op het laatste. Dus ik heb beslist op. Ik heb het geüpload, maar het staat privé. Ik weet niet of ik het ooit ga online zetten, denk ik niet. Hoe dan ook, dit is fucking chill. We zijn eindelijk in VR. The Walking Dead sinds de zinners. Ik weet nog in september, toen ik het kocht, dat ik het zei. Maar ja, dat gaat bijna sick zijn. Sinds de zinners. Ik heb het dan niet kunnen opnemen en zelf uitgespeeld. Ik heb hier dus mijn eerste profiel, dat is waar ik dat mee speel. Ik heb het dan een keer opnieuw begonnen, maar ben nog niet verder gegaan daarin. En we gaan dus een nieuwe game starten vandaag. We gaan gewoon een nieuwe game starten vandaag en heel het spel uitspelen. Ik heb de allereerste keer dus hier. Dus ik ga eerst even wat verzamelen over Sinds de Sinners voordat ik erin ga natuurlijk. Sinds de Sinners is een game van The Walking Dead. Voor mensen die The Walking Dead niet kennen, is bij de bekende serie. Hoe dan ook, The Walking Dead, dezelfde maker van The Walking Dead, heeft hier aan meegeholpen. Het zijn dezelfde walkers, het is hetzelfde universum van de serie The Walking Dead. Dit is eigenlijk in New Orleans, dus de leads van The Walking Dead show speelt zich natuurlijk af in Georgia, Atlanta en zo, want dat is in Georgia vooral. En de spin-offs is like LA en zo, en allemaal andere dingen. Nou, dan ook, dit is dus in New Orleans. En ze mentionen niks van Daryl en zo. Dus het is eigenlijk een heel ander verhaal ervan. Er zitten wel een paar easter eggs in dat we een keer gaan zoeken. Waarschijnlijk, dus dat gaat chill zijn. Maar dit is een fucking sick game. Ik heb zo lang gewacht. Dus ik heb het uitgespeeld de eerste keer heel kort. Dus ik heb niet de lange route gepakt. Soort van. Ik heb twee mogelijkheden. Het gaat er eigenlijk over om ik ben dus een stranger, een traveler, de toerist noemen ze mij, ik ben hier op bezoek. En ik kom een oude man tegen, die praat over de reserve. Dat is dus een soort van legende die hier rond New Orleans gaat. De reserve is een oude bunker waar dat er allemaal voedsel is en wapens en allemaal goede shit om te overleven. En ik wil dus zoeken met Henri en Henri zegt dus van 50-50, we gaan het splitten. En Of zoiets was, ik weet het ook niet echt meer goed. Hoe dan ook, we gaan dan elkaar, het gaan allemaal dingen gebeuren. Ik ga niet spoilen, maar hoe dan ook, het komt er opnieuw. We gaan uiteindelijk naar de reserve moeten gaan en we gaan allemaal keuzes moeten maken. We gaan moeilijke keuzes moeten maken en wat makkelijkere. We gaan een goede richting op kunnen en een slechte richting. Soort van, gaat wel zien ook. Maar het is echt wel een fucking sicke game en ik verlang echt zo hard om dit te spelen. Toen ik dat speel was het echt chill. Ik speel niet veel sinds dat zinders meer, omdat normaal kun je dus cheats opdoen en dat is bij de sec, kun je gewoon zombies killen en zo. Maar nu zijn er te veel consequenties voor. Ik heb dat in elke game een beetje. Dat als je niet makkelijk hier bijvoorbeeld bent, dan zo ik ga een nieuwe save maken. Ja, ik ga dat gebruiken om te kloten en gewoon zombies te killen en zo. Maar vind ik iets goeds, moet ik weer heel voorzichtig naar huis gaan. Het is echt kut als je doodgaat, je moet dan achter de rustzak. Het is niet eens erg, maar ik weet niet. Het is iets in mijn kop dat daar niet tegen kan. Dus, maar hoe dan ook. Dit is eigenlijk gewoon voor opnames en like, dit is wat chill. Een hele safe zone gaat zo fucking sick zijn. Ik heb Blink geïnstalleerd op mijn computer. Computer is te slecht, dus later ga ik dat dan wel fixen. Maar hoe dan ook, we gaan er dan direct aan beginnen. Het is fucking chill. Ik ga eerst even kijken naar de options. We hebben dus voice immersion, dat is dus als ik praat of roep dat er zombies gaan komen, dat ze dat van ver gaan horen. Gaan we afzetten, want ik ga redelijk vaak praten naar jullie. Niet. Misschien een keer subtitles aanzetten. Hier subtitles aanzetten. Het gaat waarschijnlijk wel in het Engels zijn, denk ik. Maar ik wil jullie wel meevolgen, dus dat is chill.
Dus ja, oké. Okay. We hebben er maar gehad in deze volgende dat we nog in het menu zitten. We hebben twee modussen ook, wat echt fucking sick is. Oké. Okay. Dus we hebben de trial. En dat is dus eigenlijk een soort van zombie killing game. Like, zo lang mogelijk overleven met zombies. En meer, hoe langer dat je overleeft, hoe beter warm zou je kunnen hebben. Wel, allemaal zo'n ding. Gaan we ook zeker een keer doen. Het is dat ik heb gelicensed voor een keer. Maar nu gaan we een nieuw game maken. We gaan een nieuw game maken met MT. Ik ben om 7 uur, om 8 uur begonnen. Het is nu al 5 minuten zijn we bezig. Dus dat is chill. Ik ga even doen. Maakt niet uit of we langer dan een uur aan het doen zijn of niet. Dat is van PlayStation nog. Maar ik wil het sowieso niet langer dan een uur maken natuurlijk. Maar het is zo sick dat we het eigenlijk kunnen doen. Het is echt fucking sick. Ik heb hier zo lang op gewacht, man. Dit gaat zo chill zijn. Oké. Okay. We gaan gewoon beginnen straks. Ieder moment. We gaan gewoon nog even aan denken of dat nog iets wil zeggen. Of niet. Lekker niet. We gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon fucking beginnen. Let's go. Oh. Balance game. The start of forgiving. Dat denk ik niet dat we gaan doen voor nu. Play moest zijn. Ik weet het niet, hè. We gaan het volgende op story zetten, denk ik. En we gaan het anders dus nog een keer opnieuw spelen dan. Moeilijker. Want elke dag wordt het moeilijker. Elke dag ga je gaan slaan, komen er meer en meer zombies. En dat gaat echt wel kut zijn op het einde. Dus we gaan de story doen. I'm ready. I'm ready. Coole man zijn natuurlijk. Strong man. Zijn mijn handjes lekker. Even kijken. Ja, natuurlijk, want ik heb blauwe aderen, what the fuck. Weet niet. Ik ga dit doen, denk ik. Dit is lekker te belangrijk. Ah, dat moet je niet. Het had toch heel rot zijn van bloed. We hebben ook Lucille de Bear en zo. Het hard fucking sex zijn. Ah. Het kan zijn dat ik een beetje raar ga praten of zo straks als jullie super stijl zijn. Oftewel ga ik super stijl zijn. Oftewel ga ik heel zandelijk grap maken en shit, like this te zien. Reach down to the left, even krijgen ze mijn weapon. Yo, mijn naast, oké. Oké, dat kunnen we nog niet. Oké, we mogen nog niet doen, maar oké. Fucking sick. De tour is echt wel chill. Dus dat vind ik ook zo chill, dus met één hand. Vandaag gaan we nog niet echt veel in, dus we gaan natuurlijk de eerste missie doen. Maar nog niet echt doorgaan. Vandaag is gewoon een beetje uitleggen en like, waarderen dat we eindelijk VR-video's kunnen geven. Het is één ding dat ik nog dat wil zeggen. Oh my god, oké. Okay. Dus het ding wat ik nog wil zeggen is... Hiernaast ons, dus haha, dit zien jullie, hè, maar dit hiernaast is zwart bij jullie. En dat is omdat ik nog niet heb ingesteld... Dat kan. Blijkbaar kun je dat op computer doen. Ik heb het al gedaan, maar het is niet gelukt. Maar daar een andere keer op focussen. Like, nu hoop ik gewoon dat het zo gaat. Ik hoop dat het niet irritant is dat zo staat. Als het wel zo is, sorry. Maar, bedoel, probeer gewoon in mijn te kijken. En het is chill, bedoel, het gaat nog goed komen. Eerst konden we gewoon opnemen en het op Facebook plaatsen. Echt kut. We konden heel uit bij hem, nu kunnen we gewoon dit doen. Fucking sick. Dan ook, we gaan even, oh ja, we gaan twee gaan even en dan poef. Rustzak, tuurlijk. Ik voel niet. Fucking sick. Het is lang geleden dat ik dit heb gespeeld, man. Echt om van te genieten. Ja, arm man. Fortnite. Ha. De zaklamp. Soms moet ik er ook mee schudden. Ja, dit is trouwens wel creepy. Dit is één ding dat ik niet ga doen, dat ga ik jullie zeggen. Het is één ding dat ik niet veel ga doen. We moeten het doen voor missie, maar... Waar we net in staan, dat was een gym. En dat is dus in een school. We hebben dus... Je kunt het hier niet zien, denk ik. Dit is nog een tutorial, maar we hebben dus een school. En in die school is het pikdonker. Het is een fucking school met kluisjes en klaslokalen en zombies in. Dus daar ga ik niet naartoe gaan, oké? Okay? Dat ga ik al zeggen. Ik ga daar alleen als moe... naartoe gaan. Ik ga daar nooit zomaar naartoe gaan, want dat is te fucking kut daar. Like, ik zweer. De veel keren dat ik daar heb zitten stressen met mijn wapens, die klaslokalen zitten, like, heel dol of. Je zit daar dan, heb dan bijna goede shit gevonden. Zo, fuck. En je wapens gaan kapot en wajo. Dat is één ding dat ik niet ga doen. Wat ik ga doen voor missies,
En als ik echt iets nodig heb, maar ik ga daar nooit in free room naartoe gaan. Oké, dus dit is wat je. Ik ga veel handbeweging maken waarschijnlijk, omdat ik cool vind als ik dat doe. Bijna. Dus ja, player inventory. Dus dat is even, zet even op pauze als je dit even vertrouwt. Ik weet niet of jullie alles kunnen zien dat ik zie. Ik ga even kijken, ga ik het testen. Nu kan ik een klein beetje hier zien. Een klein beetje hier zien. Wat kan heel boord wel zien, dus dat is chill. Dus oh ja, en als ik zo. Dus ik ga even kijken of dat is wat zo wat kut zijn, moesten jullie niet alles zien wat ik zie. Maar oké, flashlight. Dus zet even op pauze als je wil weten hoe dat gaat. We gaan even leren om zombies te killen. Dus je kunt zo steken. En het goede is dus, je moet dus niet snel doen, je moet echt gewoon een grote beweging maken om door een kot te zien. Wat ik ook verkeer, ik kus ook meerdere keer door. Ja. Dat is wat leuk. Perfect. Je kan ook smijten. Oeh, oh. Perfect. Waar is mijn mes, kutkind? Oké, mijn mes is hier. Chill. Was hij? Oh. Okay, dit is echt fucking chill. Mijn mes is kapot nu, man. Het is echt gewoon zo'n chillen game. Dit is denk ik een van de laatste mappen. Waarom is dat heel zon? Dus chill, wat dat vind ik dus sick. Ze hebben echt gewoon heel goed gedaan balans. Dus je kunt mensen ermee killen met dit. Dus zo met één hand, maar moeilijker. Je ziet het. Zo met één hand, met twee handen beter. Okay, en als het dus ook zo, dan mag je bam doen. En zo is het ook wel. Zie je, het is echt wel heel dat vind ik zo sick. Okay, dus nu is het echt zwak. Als het hier van onder gaat, is goed. Maar als het hier vastpakken is zo perfect. Maar meestal pak ik het ook hier om hier vast te doen. Het is ook zond hoofd en zo en armen houden en hoofd. Ik ga ook hoofd doen om mee te praten en zo. Dat vaak. Je kunt zo met dit doen. Het is daar niet voor gemaakt, maar we kunnen het wel. Oh, sorry wat. Wat? Waarom niet? Normaal lukt het. Ik ga het toch proberen. Zie je? Perfect. Ik weet niet of je dat met dit kunt swingen. Dan sta je naar de stamina en de heet. Van boven is schild, van onder is stamina. Kun je smijten? Nee, waarschijnlijk niet. Ja, dat kan ik proberen. Perfect. Het is genoeg procent, denk ik. Ik ga wel af en toe moeten kijken, dus... ik ga ook de home nu tonen en zo. De Jelse zombies. Waar dat we die ons gaan vastpakken en zo aan moeten schermen en zo. Ik weet niet waarom dat ik dit altijd doe. Ik ga wel een paar keer verschieten en zo. En dus als zo'n ding gebeurt, dan gaan er oftewel twee dingen gebeuren. Oftewel ga ik mijn humor aflachen, omdat ik stress heb. Oftewel ga ik bijna stil zijn, totdat ik veilig ben. Ik ga dat redelijk vaak. Dat is te zien. Kijk, ja, dit is echt zo. Dus, de gun. Hier pakken we het dus. En... shit, ja. Oké, de wagen, de kogels. Okay. Nou, we hebben nog niet veel kogels hier, dus om het tutorial is. Wat had ik? Oké, duk toch. Oké. Kijk, dit is wel fucking chill. Dus, de kerel. Om door te gaan, moeten we met hem praten, dus eigenlijk. Maar we kunnen eigenlijk gewoon hem neerknallen. En het gaat gewoon een nieuw komen nu. Oké, en dit is dus het script. Dus je hebt all there is to see. Dit kun je gebruiken om dingen te bouwen. Dus je kunt dus zien hoeveel je ervan hebt. Fucking sick, maar like, als ik gewoon. Ik zag een keer op Thomas wat het altijd is gestaleerd. Thomas heeft ook quest gekocht, Bram heeft het ook. Dus ga een paar video's zien met Thomas, sowieso ook met Drunk Barfight, dat is een sicker ding. Misschien met Bram ook, want Bram zei lukt ook, maar van Thomas lukt het niet. Dus soms kill ik gewoon die kerel heel snel. Het is gewoon chill. Komen er heel snel meer. Fucking sick.
Now that you've seen all there is to see. Oké, en ze gaan dus ook zombies worden als je dat doet. The turtle guy will remember this. Fuck off. Ik ben nogal van daarnet, want vandaag is de zeekant. Now that you've seen all the... Dat is zo'n spel, gast. Ik zweer. Zo sick. Now that you've seen all the... Rick Grimes, motherfucker. Kijk. Now that you've seen all there is to see, would you like... Het is mislukt, omdat ik niet in één keer een headset heb gedaan. Fuck. Oké, we gaan naar Rick Grimes. Now that you've seen all there is to see, a major would promise. You like to exit the country? Oh, dat is zo'n sick game. Oh, ik zweer, ik heb dit zo hard. Het was iets dat ik denk dat het van Rick is. What the fuck, hè? Now that you've seen all there is to see, would you... Now that you've seen all there is to see, would you like to exit... Now that you... Shit. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Sorry. Now that you've seen all there is to see. Okay, nu gaan we door. Okay. This was so chill om mensen te kennen. Weet je, we gaan gewoon loslaten. Now that you've seen all... Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat? Nee, ja, oké. Okay. Are you sure about that? Yeah. I'm sure. Ah, damn, would you look at that. Dus zo praat je met mensen. Just remember, them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Dus één ding, ik ga even kijken. Jullie kunnen dit zien wat ik doe. Okay? 100% shit is dat die. Ik ga hier af en toe naar kijken. Want normaal is 100%, maar ik kon niet wachten. Wat ga ik kijken? Ik ben al wel 20 minuten bezig, kerel. Well, okay. I'll be damned. The tourist in the flesh. Oh, stories about you been buzzing all over the bayou. Word has even reached Nola. Yeah. But if the city's where you're headed, well, I suspect your story is just beginning. Was the story? Here's a friendly warning. One lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the Big Easy. There is a war brewing. The tower on one side, looming on the horizon, high and mighty, spouting their all-for-one ideals, and shunning any folks who don't be towing the line. There's a tower, the blue house. Dicks, okay. Those reclaimed renegades are on the other, making everyone's skin crawl with their horror show tactics. Goodbye. And the powder keg that's gonna make the whole city blow? The reserve. I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies from when the flood to end all floods hit. In an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. And before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds,
military-grade weapons and ammo to boot. Untouched. Hidden. Yeah. And guess who's close to unearthing the mother load? That's right. You're looking at him. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. There would be a 50-50 split in your future. Ah, I ain't greedy. And I ain't no fool. Give it a ponder, tourist. You just might be what this sinking city needs to keep his head above water. But then again, maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. What the fuck, Hust? Oh my god. Ik weet dat de vorige keer dat ik sneeze hoort en ik zonk gewoon. Chill. Dus dat was Ori. En dat is eigenlijk gewoon de introductie soort van. Dus het is jammer dat ik dat heb gespeeld. Ik heb ook de gameplay gezien voordat ik het heb gespeeld, het verhaal. Maar ik heb de korte route genomen. Ik had al wel geruit leggen wat ik bedoel met de korte route nemen. Ik weet niet, tenzij dat er veel spoilers zijn als ik het zeg maak. Oké, hoe laat het is? Ja, we zijn al 23 minuten. Bah, boeien niet. Maakt niet uit als het meer dan een uur is. Ik wil het gewoon niet meer als een uur hebben. Een half uur normaal, maar... Ah, duidelijk niet lukken. Dus ik ga half 40 minuten. Maar waarschijnlijk een uur. Oké. The late evening. We zijn gezonken. Oké. Ja, we zijn bij de cemetery. Man, dit is perfect. Dit is gewoon mooi. Dit is het begin van alles. Dus ja, we zijn er. We zijn er geraakt. Kerkhof is hier. Cemetery. Ja, het is niet zo lang verhaal. Vooral wat ik heb gedaan was niet lang. Dat is een paar missietjes, dat is over. Maar dat is omdat je een paar dingen kunt doen, doordat het makkelijker is. Wat ik heb gedaan, het zit hier een haartje in mijn huid, zeg maar. Oké. Okay. Hoe kijken? Ja, zo. Het enige wat ik zo... Het is een kerkhof, natuurlijk is het creepy vibe, maar oké. Okay. Maar het creepyste... Aan het kerkhof vind ik dat die deuren niet dicht zijn. Ze zijn niet op slot. En dat op een gegeven moment... Het zijn hier dus zombies, snap je? Maar, en het zijn poorten die het een beetje tegenhouden. Maar het is een open ding. Zombies kunnen lopen naar daar en zo. Het is eigenlijk niet veilig, soort van. En deur staat en zo. En dat vind ik zo creepy aan een zombie-apocalypse. Dat je je nooit veilig voelt. Dat je alles dan moet opletten. Tuurlijk, het is een game hier. En ik weet van... Als er een zombie komt, allee, ik ga geen zombie school, want de game is gemaakt, zodat niet komen. Het ding is, soms kun je terugkomen van een missie of zo. En dan ga je dus eigenlijk terugkomen, maar allemaal elkaar één keer gehad. Ik wist niet eens dat dat kon. Ik was gaan scavengen, dus supplies gaan halen en zo. Ik kwam terug en ik hoorde er mensen. Ik had helemaal geen wapens mee. Ik had een glas, ik had helemaal niks mee. En ik moest naar de bus gaan, dat is echt kut man, wat joh, Piet. Maar ik heb het uiteindelijk gehaald, dus dat is chill. Nu dan ook, we gaan kijken. Het ligt hier een persoon, of een zombie. Okay. Hallo meneer. Draaier. Wapens kunnen ze kapot gaan, dus dat is wel kut. Als je hun hoofd eraf hakt, ze blijven ook nog leven, dus dat is wel...
fucked up eigenlijk, maar... Ik moet eens rondkijken wat er die ding liggen. Ik weet een paar dingen dat je hier lekker te zoeken. Dat is een persoon. Ik weet dat er hier een gaat zijn. Ja, oké, okay, ja. Voice immersion is af. Ja, zo. We kunnen de hoofd vastpakken dan dus. Zo, eigenlijk. Ja. Wat, ik vind het zo... In VR, het is zo putain. Het is niet eng, maar het is like, zo een vibe. Het is zo een nare vibe. Like. Ik weet niet, je hoort zo gefluister achter je. Je denkt, wat, ik heb geen oortjes in. Snap je? Die headset is rond je. En het is super goed gemaakt, maar... Het is zo fucking eng soms. Of ja, het is zo creepy, nare vibe. Like, ik raad jullie sowieso aan om een quest te komen. Het is like 300, het is nog redelijk goedkoop. Het is de eerste standalone headset dat er is. En het is echt fucking goed. Oh, sigaretten zijn. We kunnen ook roken, dat is ook sick. Maar ik weet niet, ik vind het zo nare. Vooral dat we in een kerk of zijn. Maar we moeten hier niet, nooit zijn eigenlijk. Zeg maar. A patrol had a scrape with a couple of reclaimed in Old Town yesterday. Cyrus got messed up pretty bad, but the savages paid the price. One of the corpses had this drawing on it. Look familiar? Doesn't bode well. If that little shit and her traitor mother are working with the reclaimed to locate the reserve, time is not on our side. No more fucking around. We prioritize their capture, and we get that key back. I don't want Mama to worry, so keep this between us for now. Be cautious but aggressive. We stir the herd at 1700. Keep on the hunt till the last minute. The tower will always stand. Shut up, okay. Georgia. Okay, well, dat is dus een tower persoon in Blow. En dat is dus de Blow kerels die has die iemand neerknalt. Dat is zogezegd de good guys, kun je ze eigenlijk noemen. Maar ik ben niet voor inderdaad. Ik ben voor de omgekeerd voor de reclaimed. De good guys, dus dat is een soort van de politie, laten we zeggen. De mensen die in New Orleans de orde willen stellen, die de regels willen maken. En die zo voor goed doel natuurlijk, van de bedoelingen van hun, er is natuurlijk ja, weet je, samenleving en bla bla bla. Maar iedereen moet werken en zo, ze smijten kinderen buiten en zo. Als ze niet werken of als hun ouders iets kuts deden of zo. Allemaal zo'n ding, het is eigenlijk echt messed up. En de reclaimed staat eigenlijk voor iets, ik ga er niet te veel over zeggen. Want in de game moet nu er zelf eigenlijk wat shit over te weten komen. Hé, hey, Gerardje. Maar... Het is like... We moeten dus wel goed kijken wat er die shit ligt wat begin kan. We moeten eigenlijk alles al goed rondkijken. Uiteindelijk gaat dat niet zoveel boeien houden genoeg hebben, maar... We moeten gewoon af en toe shit neerpakken op missies en zo, maar... Op begin is best wel veel kijken, op begin gaan we niet te veel wapens hebben. Dan gaan ze rap kapot gaan en zo. We gaan eerst kijken naar daar, want dat is dan de missie, denk ik. We hebben ook al gezegd, de reclaimed is dus eigenlijk de bad guy soort van door ritueel. Iedereen is er bang van, maar... Zijn meer wilde levensstijls van het is gewoon chill. Ze doen een soort van kut, maar het zijn een soort van de bad guys. Ze doen wel, ja, ze hangen mensen op in bomen en shit. Maar het is, ik weet het niet. Ik weet het doel niet echt meer perfect, maar uiteindelijk gaan we die kerel ontmoeten. En je kunt dus uiteindelijk ook twee kanten kiezen. Je kunt dus uiteindelijk een grote beslissing maken. En uiteindelijk gaat er dan een van die mensen nu helpen bij de reserve en zo. En uiteindelijk als je het spel hebt uitgespeeld, gaan die, like, je vrienden zijn, soort van, like, gaan ze niet schieten op je. Wat het ding is ook, het zijn zo die kleine details. Like, als je hun er tegenkomt, de tower people, dan zitten ze uit de kast. Dan zitten ze uit te gaan van, ah ja, de toeristen zijn niet zo goed, hier, bla bla bla. En de anderen, die zijn nog chill, snap je? Het is gewoon kut soms. Snap je? Je hebt respect nodig. Yo, man. Oh, lekker.
Sergeant. Ik denk niet dat er nog zombies zijn nu. Nu gaan we gewoon even rondkijken. Oké, okay, schoen. Oké, okay, hier kunnen we dan like, gewoon like, wat dingen bij. Hier hebben we niks aan de schoen natuurlijk. Bandage en wel iets aan. Weer een ding meer. De man. Chill, chill, chill. Cool. Brooklyn Nine-Nine. Oké, okay, dus ik ga hier ook vaak vertalen. Ik vind het gewoon leuk. Het is like vloggen in VR. Sick. En ik heb de laatste tijd ook niet zoveel zin in PlayStation games. Dit is gewoon chill. Het is jammer dat er niet zo goede grote games zijn op de quest, maar kom nog, ik heb een link. Het gaat allemaal goed komen. Ik ga wat tattoos zetten en zo. En ik ga genoeg geld hebben om like, zo te doen wat ik wil. En ik ga denk ik aan een computer komen of zo. Ik heb de laatste jaar leren sparen in de plaats van investeren. Oké, dit laat mij beter voelen. De poort is dicht. Al zacht als ik was. Maar hier in dat spel, ik voel mij nooit veilig. Wat het ding is, dus, kijk, dat, ze hebben hier dus duidelijk zijn gevochten. Ze zijn vechten. Dus de tower met de reclaimed. Dat is de reclaimed tank. Ze hebben zijn vechten voor iets. Waarschijnlijk voor de reserve. Oh jongen. Sick. Die bleven hier ook al zal liggen. Nee, sorry. Fool. Such a damn fool. Oh, niet toch, man. What the fuck? Oh, no more. Please. I can't. I take no more. Take it easy. I'm here. No one is gonna harm you anymore. Shit, man. Now you show up. Oh, son of a bitch. Both sides. They came down on me. Same time. Slaughter. But I kept my mouth shut. He didn't get shit out of old Henri. Oh, do me a solid. The boss. Well, what is an underwear, bro? All I got. All I've done. Don't let it go to waste. I'm begging you. Help the kid. Huh? Love it. How you miss your voice, still stands. Huh? They get mine. Understand? They're the only ones who deserve it. The rest... drown the motherfuckers. Voordat we dit gaan doen, ga ik even like, erbij stilstaan. Ik vind het zo kut. Gaat dus heel die dingen niet echt vrienden hebben. En gaan wel een paar mensen nemen, maar uiteindelijk gaat dat niks uit. Maar ze gaan niet doodgaan of zo. Like, misschien, like, je kunt ze allemaal dood laten gaan, denk ik. Dat is eigenlijk iedereen vermoorden. Ik kan hem niet door zijn kop schieten. Like. Je kunt iedereen vermoorden. Je hebt niet echt dus een vriend. Je is eigenlijk helemaal alleen. En dat is like, het kutste. Daar vind ik. Maar Henri is zo die kerel. Like, de perfecte kerel. Zo. Je weet wel. Die typische kerel. Waar hem like, een beetje kant voor is. Maar toch. Ja, nee. Oh my god. Ga niet opnieuw beginnen praten. Oh my god. Sorry, ik vind het leuk om te doen. Don't. Die is mijn vriend, maar die voel ik niet. Don't is toch let af dood. Waste. Okay, I'm begging dus, you. Ja, nee, ik weet het. Ook kunnen we niet overslaan. Ja. They're the only ones. De rest, who is she? Henri, who are you talking about? So long. What a fall. So long. What a fall. Dank je, Henri. Dank je om er te zijn voor ons. Ik is wel realistisch. Ik denk dat hij nu dood is. Die is dood, hè. Is hij dood? De zombie, hoor. Het ding is nu, de bus is daar. En ze gaan hier alles aan blijven zitten. Ik kan hem dus laten hangen, maar dan ga ik heel snel doen. Dus ik ga dat niet doen. Die verdient beter, Henri. Dank je. Dat is achterhoofd doen. Dat is zo kut, eigenlijk.
Het is zo sad, de stilte nu. Maar die liggen hier gewoon, hangt hier gewoon, sorry. Nee, ze kunnen hem niet onthoven en bij ons hebben we kunnen niks een keer geprobeerd. Misschien nog een beetje erger, maar... Die is zo kut. Wat het kutste aan deze game is gewoon... Dat je niet de vrijheid hebt. Dat ik dacht dat je ging hebben. Het is een freedom game, maar je hebt niet de vrijheid... Om te gaan waar dat je wilt. Want elk moment moet je oppassen. En je kunt natuurlijk ook gewoon een beetje YOLO gaan, maar... Kut is, alles zit in je rugzak. En na een tijdje gaat dat weg of zo, denk ik, of zoiets was. En als je dood, dat is echt kut. Wat hebben blueprints daarin en zo. Wat eigenlijk is niet zo erg, wat kun je. Het is misschien gewoon ik, misschien gewoon dan ik. Maar ik vind het zo kut dat die kerel dood is. Dat is, oh putain. Het is net als Uncharted. Ik had dat vroeger, het was zo'n bepaalde missie dat Sully ontvoerd werd of zo. In Uncharted 3. En ik vond dat zo kut. Ik zat daar beneden, het was grote vakantie. Ik moest mijn eigen kut omdoen, het was allemaal perfect. Ik zat daar helemaal alleen, mijn ouders zaten buiten en zo, met kaarsen en shit, gewoon te drinken. En ik zat daar gewoon in de zetel te spelen op Uncharted, heel Santa Faal, met een missie met boten. En het is die naarheid dat ik voel, maar toen was het echt kut. Je kan daar gewoon niet tegen als je zo'n naar gevoel hebt, als je zo helemaal alleen zit in een game. Zo, al ja, het personage, als je alleen is, in Uncharted, je moest bijna alles alleen doen, maar... het is gewoon zo het gevoel dat ze echt weg zijn, dat ze er niet zijn. Ook niet thuis zitten wachten op je ofzo. Dit is nu gewoon, ik zit hier alleen op een fucking kerkhof. Ik moet de rest van de game alleen op een fucking kerkhof zitten. Dat is zo sad. Gewoon wetend dat die kerel hier ergens rondliep. Dat is zo chill, man. Nu is hij dood. Wat, die hangt hier nu, dus ik bedoel hem, mijn vriend. Maar ik heb uiteindelijk zombiehoven daar gehangen. Time to make an example of the old man. We have let his transgressions slide for too long. Okay, track him down, carve him up, hobble him a bit, but let him live. JB would like to have a chat with him. He thinks he might be connected to the voice popping up on the airways from time to time, and you know how JB feels about competition. All ears should be tuning in to the Reclaimed. Dus, ben voor de Reclaimed, maar dat sucked. En JB is dus het hoofd, de leider ervan. Georgia is de leider van de toren en de tower en zo. Zo begint ons verhaal. Ontzettend fucking verhaal. Want dit draait naartoe. Hoe dan ook, iedere keer als we daar naartoe gaan, naar de buitenwereld, gaan we langs de café scout erin of shit leiden. Normaal wel, denk ik. Hoe heeft al wat iets leiden? Dus die zei hier komt, oh what the fuck, oké, okay, zie. Dat zijn collectibles, maar die had ik vergeten nooit. Oh, hier, oh my god. Perfection. Oké. Okay. Even kijken wat de. Maar dus dan moet je iedere keer al een bootje gaan om uiteindelijk te vertrekken naar een andere plek. Ik vind het zo sad van Aurila, ik heb het nu al twee keer gespeeld, man. Ja, s'nachts kun je dus niet krijgen. Oké, okay, s'nachts dus. We gaan altijd tijdens de dag gaan. Je hebt dus een klok. Ik weet nog altijd niet hoe dat ik hem lees. Het is allemaal kleuren en zo. Maar dan ook. S'avonds gaat die klok af en de bel ringt dan. En dan gaan alle zombies losgaan. En dat is eigenlijk praktisch dood. Het is bijna mogelijk om nog te ontsnappen dan vanaf dat je erin zit. Wat is mogelijk? Het is heel mogelijk. Ik heb het één keer gehad, maar ik ben nog weggeraakt voordat ze allemaal op straat waren. Dus dat is chill. Maar dus we moeten daarvoor oppassen, maar ik ben nooit lang daar. We moeten gewoon zorgen dat we alles aan in de ochtend vertrekken en shit. Allee. Dat is redelijk easy. De graveyard star. Kijk, ik ga even kijken hoe lang we bezig zijn. 14 minuten al. We gaan het al straks afsluiten. Kijk, ik hoop dat jullie het sowieso wat chill vindt. Ik ga de game zo traag mogelijk spelen. Ik heb het eerst keer zo rap mogelijk gespeeld. Ik ga het vaag zeggen, dus... We hebben een soort van twee missies, een soort van twee storylines, soort van. Die tegen hetzelfde liggen. We hebben dus iets met een persoon dat we moeten helpen. We moeten ze alle twee helpen, maar het is dus twee dezelfde dingen, maar één persoon wil je dat je die ding doet, zodat je die andere persoon kunt helpen, snap je? Die ene persoon gaat daar zitten. Het is vaag dat ik het zeg, maar het gaat wel eens. Het is dus één persoon, één storyline, dat je meeste boeit soort van. Maar om die storyline te completen eigenlijk, dus je moet daar een bepaalde ding voor doen, dan heb je nou één iets nodig. Maar dat ene ding,
heeft die andere storyline. Dus je moet die storyline spelen zodat je dat ene ding kan krijgen om dat andere ding te halen om meteen de game uit te spelen. Het ding is, die persoon is een goed persoon, maar je moet dus eerst die ding doen ervoor. Maar op het begin kun je haar neerschieten. Ah, oké, shit, ik had het al gezegd. Oké. Je kunt haar neerknallen, dat heb ik dus gedaan. Je knalt haar neer, poof, en je pakt hetgene dat ze bij heeft om de storyline. Dan moet je het enige wat je moet doen, is die ene storyline spelen. Dat heb ik dus gedaan, zo mogelijk uit te spelen. Dat ga ik nu niet doen. Wat is dit? Ah, dat is een pijltje. Oh ja, het ligt daar een boog, dus ik ga die even sparen. Daar gaan we naartoe, dan gaan we natuurlijk wel. Ik vind het wel sick, het is echt een sick game. Het kan zijn dat ik soms stil ben als we missies aan het doen zijn of zo, maar soms is het echt zo naar. En vooral als je lauw bent of belangrijke dingen bij hebt. Ik weet niet, als ik niks bij heb, is het compleet normaal. Ik zou gewoon samen plegen zelf, maar het is zo kut als je belangrijke shit bij hebt of zo, goede shit of goede wapens. Kijk, dus dit is een boog. En ben redelijk goed geworden met een boog de vorige keer. Oké, perfect. Perfect, die is kapot, maar boeit niet. Oké, we kunnen ze terug gebruiken, maar niet vaak. Hè. Soms als het niet kapot en zo. Kunnen ze ook ermee steken, dat is wat je kunt. Je kunt zombies met pijl steken. Oh ja, shit, we hebben dat ding nog. Dat is dat vergeten. Maar dan ook, we gaan hier vaak als ik updates ga geven, ga ik dit keer ook in VR. Vroeger deed ik het alles aan op PlayStation met die speciaal ad. Ik ga kijken hoeveel procent dat we nog hebben. 44 naar 41, dat is chill. Maar nu ga ik het eens in VR doen omdat het chill is. Snap je? Dit is gewoon een soort van mijn homescreen. Mijn update kanaal, dat is. En dan ga ik gewoon niet te veel story doen en zo. En als ik dat uitspeel, ga ik je dat nog op opnemen, want het is zo'n chille game, man. Ik vind het zo sick. En ja, het is gewoon zo chill, ik weet niet. En met updates ga je dat gewoon een beetje rondkrollen. Met nieuwe updates dat er gaan komen op de game ook. Met updates bedoelde ik daarnet, dus kanaalupdates en zo ga ik het hierop doen. Poeten en zo, ik ga allemaal gebruiken. Dat is je wapens, fucking chill. Oh, dat is zo'n chill, man. Oké. Hoe dan ook. Ik ga even de tafels uitleggen. We gaan eerst even zitten met zijn kogels. Dus dit is de minst belangrijke tafel voor mij, vind ik. De meeste mensen vinden je super belangrijk. Dat is dus de tafel met healing en ingrediënten en zo. Gezondheid, soort van. En voor een of andere reden een boog. Ik heb geen idee waarom dat ze dat erin hebben gestoken. Misschien is het omdat science is, maar hier ook. Maar dat vind ik zo raar. Ik snap het niet echt precies, maar dit is de survival station. Dit is de survival station, oké. Okay. Dus hier kunnen we eten, broer. Dat is dus eten maken. Want normaal, als we dus een bar eten of zo, dan gaan onze heel bij. Of nee, onze stamina gaat bij, maar onze heel gaat er vanaf en zo. Met dat niet. En met dat is gewoon een bandage, dat is goed. Je heel gaat er gewoon bij. Dit is zodat je heel erbij komt. En dus wat dit is dus gewoon zodat je heel de healing die ik ook eet geraakt terugkrijgt. Wat dit is een soort van dat je helemaal vol zit. Want dus om de zoveel tijd of zo ga je healing naar beneden en wordt je max healing. De hoeveelheid dat je... Bijvoorbeeld, laten we zeggen, je hebt 100% healing hier. Hè. Ik kan het nu niet zien, maar je hebt 100% healing. En na een tijdje vechten en zo... En ook stamina. Je hebt 100 stamina en 100... Ik ga even wat dit doen. Dus je hebt 100 stamina en 100 healing. En na een tijdje vechten, dan blijft je stamina... Is maximum tot hier. Je stamina vult alles dan direct helemaal bij, maar het is maar tot hier in de plaats, want dat is het maximum. Je healing is ook tot hier, maar eigenlijk tot hier. Dit is gewoon je max healing dat je kunt hebben. Dus als je een bandage aan doet, dan gaat dat weer tot hier gaan, omdat dat maximum is. Maar als je dit zo pakt, dan zou het weer helemaal naar het maximum gaan. Als je dit pakt, dan is het de stamina die het maximum, denk ik. Het kan omgekeerd zijn, maar ik denk dat het zo is. Dan ook. Goed uitgelegd kunnen, dank je. Dus meestal, het eerste dat ik ben geraakt, is denk ik dat hartje. Of dat. Ik heb dat nooit gehad, dat weet ik zeker. Pijlen heb ik sowieso al gehad. Maar dit kijk ik eigenlijk bijna niet. Ik ga dat wel moeten doen. Dit zijn speciale dingen. Dit zijn dingen dat ik ga moeten ontdekken, zodat ik ze kan gaan maken natuurlijk. Dit is de geweren, wat een ding. Ik weet niet hoe noem het. Waarom hangt er hier geen shit? Oh, hier.
Gunstation, right. Oké, okay, I don't fucking care. Oké. Dit is dus de gunstation. Hier houden dus de standaard revolver aan. Daar nog niet aan mee geschoten. We hebben alles aan met dat rare geweer geschoten. Dat normaal daggeweer aan mee geschoten. Ja, dat. Maar dat is dus eigenlijk het standaard geweer dat je krijgt, de revolver. Hetgeen dat je meestal gaat hebben. Shotgun, double barrel. Hier, dat is een bolt action. Dat is een... Hier heb ik ook nog niet geschoten. Band, hier geraakt of te paar. Ik krijg sowieso de kogels ook hier, denk ik. Bepaalde dingen. Kijk, dus hier, dan moeten we nog ontdekken wat we er mogen doen. Omdat we hier weten wat we moeten doen. En dit zijn dus eigenlijk hetzelfde. De damage, dit is gewoon een ander ding. Dit is dus de sheriff, dit is dus de revolver. Dat is dus die revolver. Het scheelt hetzelfde van damage. Het enige verschil is dat er anders uitziet. De reden is denk ik, omdat dit is denk ik een easter egg naar The Walking Dead, de sheriff van Rick Grimes. Het is niet precies dezelfde, denk ik, revolver. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk niet, dit is een speciaal mes. Dus normaal heb je dit mes, de shift, de normale shift. Dan heb je de upgrade shift, maar het gaat de normale shift. En dat is dat aan. En dat, is dus, dat ziet er gewoon beter uit. Ik denk dat dat een referentie is aan de Daryl's messen, maar het ziet er niet heel hetzelfde uit. Maar dat is Lucille. Dat is mijn lievelingswapen. Dit is Lucille fucking seal. Dit is mijn schatje. En dat is het wapen dat ik als ze gaan maken en bijna nooit ga gebruiken. Want dit is Lucille. Dit is gewoon mijn baby. En ja, het kan staan in de stoel op een andere zijde. Dit is gewoon chill. Dit is gewoon het beste dat er bestaat in de game. Gewoon aan de katana van Michonne. Maar dit is gewoon zo sick. Negan's bed. Gewoon, oh, perfect. Perfect. Dit is de gear station. Dus dit is de mes. Dat is dus voor stamina. Voor like, langer te kunnen lopen. En dat is daarvoor. Voor zodat je meer... nee, dat is uw stamina. En dat is uw... Ah, zodat je sneller kunt lopen. Oké, okay, no shit. Oké. Okay. Dat is dus normale... knuppel. En dat is dus de upgrade knuppel naar Lucille. Of ja, hetzelfde, maar het, gewoon, het ziet er gewoon anders uit. Dit is de strength train. Oké, okay, hij is sterker. Of ja, plus minder. Dat is dus het beste eigenlijk dat we komen. Dat is de upgrade chef. Die is dat we al gaan gebruiken, of een dien daar. Omdat die chef en dat is hetzelfde, snap je. Die ziet er gewoon het mooiste uit. Moest kunnen, zou je die gebruiken, maar die is beter. Had er smoeter uit en zo, dus gebruiken we die altijd. Dit is een backpack upgrade, heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. En nu hebben we drie slots, dus we kunnen hier allemaal wapens steken. Okay, in de eerste zitten er twee ook al bijna. Dat is nog niks, snap je? Een huis. In één huis kun je niet eens al die drie slots doen. Met dit gaan we... met 9 small slots en 1 large slot. 9 small slots en 1 large. Ah, oké, okay, dus dat wil zeggen dat we er 4 gaan hebben. En hier, dus nu kunnen we... We gaan dus één op onze rug zetten, één recht. En we kunnen één hier hangen. En dat gaan we ook hierin kunnen. Dus eigenlijk kunnen we drie grote wapens meepakken. Dus een shotgun, een boog, zo hard willen en zo, snap je die ding. Dus het is echt wel sick. Dit is ook chill, daar kun je mensen mee ontgolven en zo. Fucking sick. Dit is ook zo, dat is ook een goed mes trouwens. Dit is de katana van Michonne. Ja, dit is de katana van Michonne, maar voor een of andere reden kan ik hem niet upgraden. Normaal gezien... kon je hem upgraden? Waar de fuck is de upgrade? Ik weet niet wat, waar is die upgrade? Kut, hè? Wat? Voor een of andere reden kon je hem niet upgraden. Normaal gezien kon je dus de normale katana van Michonne maken. Of like, de normale katana eigenlijk gewoon. Dat is een beetje scheren met punten. En dan had je één bij een mooi. En ik weet niet waarom dat hij er niet is. I don't know, we gaan het zien zeker. Oké, is oké. Oh, dan ook, we gaan in de bus. De eerste keer. Damn, het is helemaal leeg. Dit gaan we ook soms gebruiken. Die muur is nieuw trouwens. De vorige keer zat hij er, maar in een andere game zat hij er niet. Dus dat is dat een klein ding hier. Het is wel gezellig, vind ik. Je kunt het gezellig maken. Ja, hier gaan we in zo'n ding. Zoals zei, hier ga ik wel veel mee kunnen doen. Ik kan het heel volgelaten hier. Dus ding die spawnen niet. Golven en zo, zombie lichaam. Als je dat laat liggen hier, dat die spawnt. Als je ze daar aanhangt of hierin steekt, niet. Omdat het dus logisch is, snappen al die dingen. Als je daar laat liggen, dat die spawnt niet. Maar omdat een zombie, dat is gemaakt op die spawn. Anders zou er op een gegeven moment zoveel lichaam liggen. Dus ja, dit is een soort van een planlijke ruimte. De accu. Dit is dus een normale chef.
Dit is die revolver dat ik zei. Ik kan dat hier aanhangen. Ik kan die hier ook aanhangen. Dat ga ik dus gebruiken voor golven aan te hangen. Dus dat doe ik in. Oké. Hier kijk, de passcodes. Het ding is dus, die zeewaterval, Henri, dat is dus de passcode. Ik heb nu pas op dat dat hier tussen staat. Dus hier Atlanta, Blade, Chicago, Showtime. Dit is cool, dit had ik niet op. Dus hier Blade is voor Atlanta. Ik weet niet of ze dat zeggen of niet, denk het niet, maar dan heb je hier... Los Angeles, dat is dus van vierde wakker, niet Hellfire. Ik denk dat ze dat sowieso wel zeggen. En dan Washington DC, Mullet. Ik weet het niet, kan zijn. Let's see. Oh ja, man, American Soldier. Oh, het is gewoon weg, oké. Sick. Of namelijk dan. Oké, het kan zijn dat we het hier hebben. Zijn. 47 is van de reclaim, denk ik. We kunnen daar niet praten, maar... het is een code dus van de reclaim die geven elke ochtend. Het is een update van wat er veilig is, wat niet. Waar dat er mensen gaan zitten, waar niet. Of dat er veel zombies zitten of niet. Antenne, shit. Objectives. Ah, oké, okay, we hebben nog een microfoon nodig. Oké. Okay. Dus we kunnen het nog niet doen. Dat is cool, het spannend als dat eruit. Dus... hier, Henri. Hoe is dat? Dus dat is van de reserve, like food, weapons en mats. Kijk, dit is dus, we steken dat hierin en nu krijgen we die ding. Hier staat er op hoeveel en hier hebben we nog niet veel vatten hier, dus dat is chill, dus. Maakt niet uit. Sick. Oké, hier pot en zo. Ik ga dat nu nog houden, like, als ik het nodig heb, ga ik het dus wel. We hebben nu nog niet veel dingen, dus de decoratie kan goed zien. Hiermee slapen we gewoon whisky drinken, dat is wel cool gezien. Al die potten dat hij had, hoor. Gaan we natuurlijk ook. Oké, we gaan nu indien hier nog zijn. Voor Ori. Oké. Al die poppetjes gaan we hier even zijn. En er maar twee, maar zo. Kapot wapen. En schoenen. En dat mag er ook altijd in. En daar niks anders aan. Een boek ook normaal, maar we gaan dat doen. Puur omdat we... graag boeken lezen in de zomerpaklips. Niet dat ik doe, het is voor de graad, hè, maar oké. Dus dat denk ik altijd hier in. Oké, zo. En geen aansteker, shit. Waarom hebben we geen aansteker? Kitchen knife. Oh, dat is een kitchen knife, dat is geen chef. Ik dacht dat het hetzelfde was als chef. Bleef wel niet dus. Oké, wist het niet eens, oké. Dus de volgende ochtend houden we dus naar dingen moeten gaan. Om het te doen, we gaan naar een andere aflevering doen. Ik ben nu gewoon benieuwd naar al die dingen hier. Het is echt wel sick hier. Morgen houden ze dat doen. Ik kan ook roken en shit. Kijk, we kunnen hier. Het is dus een glitch, dus
ze kunnen het eigenlijk opgeraten, hè, de sigaret. En dus natuurlijk ook, als je dus meer dan je drie eruit pakt, plots gaat het doosje lezen en heb je er niks meer aan. Hè. Maar als je ze aansteekt, gaan ze ook leeg gaan. Wat ding is dus, als je ze hier laat liggen en zijn leeg, dan als je ver genoeg, of misschien een paar dagen later, dan komen ze terug. Dus eigenlijk heb je er oneindig veel van, dat is wel sick. Dus ja, hoe dan ook, ik ga het hierbij laten. Like, ooit gaat dit helemaal vol. Ik ga dan een keer een video maken van mijn andere save date. Ik heb hier allemaal golven liggen. Allemaal coole wapens. Lucille hangt hier allemaal. Fucking katanas hier hangen. Ja, echt fucking sick. Het is echt mooi hier. Kijk, het creepy is gewoon dat er hier geen raam zijn. Kijk, het zijn hier geen raam. Ofwel. Ik weet niet of dat er hier een raam zit. Denk niet dat er hier een raam zit. Maar in principe, als onze arm daar ligt, kan er een zombie komen. En als kill, maar oké. Okay. Het coole is dat wel dat we de maan hebben als we gaan zwemmen. Dat is chill. Open lucht, als het regent, maakt het niet uit. We hebben een skelet, schedel, sick. Wat is dit dan? Dit is de reserve, ik heb er nog nooit op gelet. Deze varen. Armory, joh. Armory, ja, dat gaan we nog vlangen. Dat is check, gast. Oh, joh. Dat wist ik niet. Ik wist dat er daar hangde, maar. Ja, nooit opgelet. Zelfs, ik weet niet wat er hier trouwens een bus doet. Zijn hier waarschijnlijk eigenlijk, maar. Op een of andere manier. Oké, sick. Ik ga afsluiten dan. Ik hoop dat jullie het chill vond. Het was eigenlijk meer een introductie. De vorige video was eigenlijk. Een soort van ja, ik kan VR spelen. Het gaat sinds Sinders gaat eraan komen. En een soort van test. Ik heb ze mijn raam op te zijn. Maar. Ik ga hem niet uploaden. Maar zie dit als een soort van tel. Het is gewoon de intro. En we gaan. Rustig uitspelen. Het zal aflevering zijn dat ik geen story ga doen, dat ik gewoon free room ga doen, shit ga. Maar we gaan gewoon het busje een beetje oprollen en like, wat shit neerleggen. Die span toch niet. Mooi maken. Boom met golven, heb ik ook al een paar keer gedaan. Het is echt wel sick. Het is echt wel fucking sick, deze game. Er komen nog andere games aan, laat het even weten als je iets wil. Ik ga Population One kopen en zo. Alle andere games kan ik gratis hebben, dus laat het gewoon weten wat je wil zien. Alles, het is totaal geen moeite. Zet het even in de reactie. Ook al is het één game op de quest dat je wil zien. Ik ga het downloaden en ik ga het opnemen. Dus laat het gewoon weten hoe rare game dat ook is. Ik ga ook waarschijnlijk anime games spelen. Zo rare kindergames en zo. Like, zo weet wat, family friendly games en zo. Story games, puzzle games en zo. We gaan het allemaal zien. Het gaat uit als ik zo. The Walls of the Wizards. Niet, het was The Wizards Dark Times of zo. Dat Bram zei dat fucking chill is. Dat ga ik misschien ook opnemen ook. Maar ja, dus u dan ook bedankt voor het kijken. We gaan afsluiten en ja, het was echt chill vond ik. Ik ben echt blij dat ik het kan. Ik hoop dat jullie chill vonden en dat jullie erna uitkijken naar de volgende video. Dit wordt sick. Nogmaals sorry voor de zijkanten. Ik hoop dat ik het ga kunnen oplossen. Zo niet hoop ik dat het niet zo erg is. Laat het even weten. Comment sowieso even. We krijgen niet veel comments onder de video's. En ja, ik weet dat jullie wel allemaal kijken, dus als je kijkt en nog niet zijn geabonneerd, abonneer sowieso. Like, normaal zeg ik het nooit, maar like, ik ga in de grote vakantie weer beginnen met streamen. Wat in augustus hebben we daar 100 subs doorgekregen, dat was echt sick. En al die kijkers kijken, en ik weet niet of dat jullie nu nog kijken naar de aflevering. De eerste aflevering van alles heeft wel de meeste views, want daarna gaat het wat minder worden. Maar als jullie dit kijken, reageer even alsjeblieft. Maakt niet uit wat. Like, gewoon laat even weten of je een andere game wilt of zo op VR, of dat je iets wil zien. Maakt niet uit hoe raar dat klinkt, of wat dan ook. Het zou chill zijn om een comment te zien of zo. En wat livestream is chill, natuurlijk kun je praten met elkaar of veel meer connecteren met jullie. Maar op YouTube, door gewoon video's te plaatsen, is like, zo raar. Like, ik zie de likes en ik zie de views, maar ik zie geen comments en zo. Maar sowieso, laat het gewoon even weten wat dat je nog een keer wil zien. Of dat je het een leuke serie vindt, of dat je het wil zien. Of wat ik moet doen in de volgende aflevering. Wil je dan een keer iets testen met zombies? Of dat gebeurt als ik dat doe? Of wil je dat ik bepaalde dingen doe in mijn bus? Of wil je dat ik in mijn andere save date zo? Of een keer de trial speel? Of Beat Saber? Of I don't know. Andere shit. Gewoon een YouTube-video erop reageren. Maar met Quest kan ik dat nu gewoon opnemen. Op YouTube denk ik dat dat kan. Kan zijn van niet. Als het niet kan, sorry. Ja, de snoots op Netflix ook, maar like, dat is een beetje raar, snap je, VR, maar like, een YouTube-video kan ik op reageren en zo dan. Dus dat is sick, laat het gewoon even weten als je iets wil zien, of als je wil dat ik like, praat over iets, of like, een bepaalde serie maak, of gewoon iets, like, maakt eigenlijk echt niet uit wat. Of dat je wil dat ik livestream, ik ga een tattoo zetten en shit ook. Ik ga daar misschien nog een video over maken.
denk ik het niet, maar like, laat het gewoon even weten. Het zou chill zijn om even komen te zien. Dat je ervan vindt van VR. Of dat geluid goed is of zo, maakt niet uit. Het is gewoon chill. Ik vind VR echt fucking sick. En ik ga er heel veel video's van maken van VR. Door echt chill. En dit is nog maar het begin van de quest. De quest 3 gaat dan uitkomen. Ik ga ook PS VR 2 kopen. En dan gaan er veel grotere games komen. Ik zie in de Synergy waar ik zo veel ga van genieten met jullie. Dit wordt zo chill, dus ik zou het gewoon chill vinden. Als jullie nog zo ver hebben gekeken, om alsjeblieft te liken. Als je nog niet zijn geabonneerd, abonneer even. Tenzij dat je mijn video's kut vindt, abonneer dan niet. Maar je kunt alles dan onabonneren. Ze zeggen alles van een procent en zo, van zoveel procent die geabonneerd. Maar bij mij klopt dat niet, want het is 97% is die gereageerd. Maar dat is door de seks video van GTA natuurlijk. Ik ga hem ooit wel online halen, denk ik, maar nu niet. Ik krijg er te veel views op, maar... sowieso, ik laat gewoon even iets achter. Zeg gewoon of dat chill is of niet. Of dat jullie verlangen voor de serie. Of dat jullie nog iets willen. Ik gewoon, I don't know. Like, maakt mij niet uit wat. Like, gewoon laat iets achter in de comments. Zodat het zo echt chill zijn. En ja, misschien wil je samen een video opnemen. Dat is ook chill. Misschien heb je VR, wil je samen een game spelen. Ook fucking sick. Sowieso bedankt voor het kijken. Ik ga nu afsluiten. En ja, tot de volgende keer. Later. Peace. Kun je geen peace tegen doen. Oké, wacht even. Kun. Peace. Ik kijk, wat is ook zo chill. Helemaal arm in zijn bloed. Wou dan ook half zijn. Dank voor het kijken en later. Oké, nu moet ik eerst nu super awkward naar hier gaan. Later.